bij de dames bij ID Cyclo-klassen. Niet alleen op de baan, maar ook op de weg behoorden ze tot de absolute wereldtop. Dus ik onderga dat maar gewoon, denk ik. Je hebt veel hoogtepunten gekend in je carrière. Is het misschien raar om te vragen wat de mooiste was? Oh, dat is heel moeilijk. Kijk, eigenlijk denk je heel vaak dat het een hoogtepunt is. Ik dacht op de Olympische Spelen dat het mijn hoogtepunt was. Vorige week wonnen we goud op de koppenkoers. Was ook een hoogtepunt. Maar ook de eerste keer dat ik een wedstrijd won was eigenlijk wel een hoogtepunt. Dat was in 2006. Maar eigenlijk, weet ik, ik vind het heel moeilijk om ze een nummertje te geven. Ik heb er eigenlijk altijd wel van genoten. Wint dat nou, winnen? Nee. Nee, eigenlijk elke overwinning is vaak het beste eigen verhaal. Eigen gevoel en nee, dat went eigenlijk niet. En de eigen zenuwachtige tijd voor de tijd? Nee, en dat went niet. En dat denk ik maar goed ook, want ik denk dat je zenuw ook nodig hebt om goed te presteren. Maar ik zou wel willen dat je eraan went, want het is geen fijn gevoel. 18 WK-titels, 18 EK-titels. Ja, het zijn samen 18. Ja. Dus dat betekent een glansrijke carrière. Ja, ik ben er ook zeker heel trots op. Ik heb er ook altijd heel hard voor gewerkt. Dus het is ook heel mooi dat dat zo beloond is. Ga je de meiden missen? Ja, een aantal zeker. Kijk, sommige zijn collega's, sommige zijn vriendinnen. Maar ik heb ook heel veel leuke mensen om me heen die niet uit het fietsen komen. En daar heb ik nu iets meer tijd voor. Dat vind ik ook heel leuk. Amy Pieters is een meisje waar je veel mee samen hebt gewerkt de laatste jaren. Zul je haar missen? Ja, we hebben echt een hele goede band als collega's. We hebben heel veel samen getraind, dus we hebben heel veel tijd doorgebracht. Dus het gaat zeker raar zijn om daar niet meer zoveel tijd mee door te brengen. Betekent dat jij al een klein beetje een visie hebt op jouw toekomst? Nou, ik heb nog niks concreets. Ik ben rustig om me heen aan het kijken van wat bij me past en waar ik goed pas. En daar neem ik ook lekker de tijd voor. En daar ben ik gewoon druk mee bezig. Is Amy Pieters een vriendin geworden? Nou, dat is moeilijk om te zeggen, want we hebben natuurlijk eigenlijk ook allebei een heel eigen leven. Maar zeker als wielrennende collega's zijn we zeker goede vriendinnen, ja. Vorige week afscheid genomen met een gouden en een bronzen medaille. Dat moet je goed doen. Kan slechter, hè? Moet je goed doen. Ja, absoluut. Ja, daar ben ik heel trots op. Ik had het niet meer verwacht. En, het was ook een beetje een moeizaam toernooi, een moeizame aanloop. Ja, als dat dan zo lukt, dat is wel... Ja, op je laatste nooit, dat is heel mooi. Was er nog plaats in de prijzenkast? Oh, daar maak ik plaats voor. Ik wens jou een hele fijne toekomst toe. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best voor doen.